Waarom worden de rijken steeds rijker en hoe kun je ervoor zorgen dat ook jij bij die rijke mensen gaat horen? Dat alles in deze video. Goedenavond dames en heren, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en in deze video gaan we kijken waarom de rijken steeds rijker worden. Afgelopen week nog plaatste RTLZ een video op YouTube, ook over dit onderwerp dat de rijken steeds rijker werden. En ik heb toen ook gezegd, daarin gereageerd van, rijk worden is een keuze. Werd ik ook een beetje op afgerekend, want niet iedereen is het daarover eens. Dat zou ik aangeven dat als je arm bent, dat het ook je eigen schuld is. En dat is niet altijd waar natuurlijk. Je kan ook gewoon ergens pech hebben en het kan ook gewoon heel erg tegenzitten. Maar wat ik hiermee wil zeggen, is eigenlijk het verschil dat mensen die modaal verdienen, ook echt wel rijk kunnen worden door simpelweg een paar keuzes of een keuze te nemen om rijk te worden. En dat wil ik dus in deze video laten zien. Wat we in deze video gaan behandelen is onder andere het budget, oftewel het money management van iemand. Je uitgaven, waar geef je je geld aan uit? Geef je het uit aan verantwoordelijkheden of aan bezittingen? Het werk, het extra en passief inkomen dat rijke mensen vaak hebben. En geld maken, de uitspraak van wie geld heeft kan geld maken. Wat bedoelen we daarmee en een paar voorbeelden daarvan. Allereerst dus het budget. Zoals ik al een paar keer heb gezegd in video's, is budget, een budget eigenlijk het belangrijkste wat je kunt hebben als je wil werken aan je eigen financiële situatie. Een budget geeft je overzicht, niet zozeer alleen in je huidige situatie, maar ook in je toekomstige situatie. Dus je kunt gaan plannen in de toekomst, je kunt zien met als je geld nu apart zet, wat dat voor invloed heeft op de lange termijn eigenlijk. Het budget is er dus voor bedoeld om je geld te gaan verdelen. Het is daarbij belangrijk dat je altijd eerst aan jezelf denkt. Dus betaal jezelf eerst, zeg maar. Veel mensen doen dit niet en die verdienen, laat zeggen, het model, dus 3000 euro in de maand. En die geven net zo lang geld uit tot de maand om is of het geld op is. En eigenlijk heb je dan alles uitgegeven en heb je niet aan jezelf gedacht. Heb je niks overgehouden voor de lange termijn, bijvoorbeeld om te investeren. En zul je dus weer die nieuwe maand opnieuw moeten beginnen. En als je zo gaat leven, dan zul je nooit rijk worden. Dus betaal jezelf eerst. Dus 10-15% van je inkomen. Zet het apart. Spaar het eerst even. Investeer het naderhand. Dan heb je later, als je klaar bent met werken, of wanneer je eerder ophoudt met werken, heb je een mooi spaarcentje opgebouwd. En heb je dus wel die rijkdom. Een belangrijk iets van een budget is ook dat je echt inzichtelijk hebt wat je nou verdient, dat weten de meeste mensen wel, maar waar je het nou aan uitgeeft en hoeveel. En als je een budget maakt, zul je gaan beseffen dat sommige dingen heel veel geld kosten terwijl je het niet had gedacht, en ook heel veel geld kosten terwijl je het eigenlijk niet per se nodig hebt. En je kunt dan bijvoorbeeld een kostenpost weglaten en dan zie je het effect ervan. En dat zul je dan ook hebben dat ooit rijke mensen een heel eenvoudig leven leiden of noem maar iets, weinig fooi geven. Heel gierig zijn misschien wel, maar dat komt omdat die met geld bezig zijn en weten wat het invloed heeft op een korte termijn minder uit te geven, wat de invloed daarvan is op lange termijn. Zo zul je misschien zien dat je buren, familieleden of vrienden regelmatig een nieuwe auto kopen. Terwijl iemand die echt rijk is, zul je het niet zien. Die rijdt misschien net zijn auto wat langer door. Of die rijdt gewoon een tweedehands auto. Die kleine verschillen maken ooit een heel groot verschil op de lange termijn. Kijken we dan even naar de uitgaven. Zoals ik zei, heb je bezittingen en je hebt verantwoordelijkheden. Bezittingen omschrijven we als bezittingen zijn waardevast, stijgen in waarde en of zorgen voor een inkomen. Een voorbeeldje van is je huis. Het is een bezitting zodra je het eigenlijk hebt afbetaald, zoals je er geen hypotheek meer op hebt. Een huis is dan ook echt een bezitting, omdat meestal op lange termijn gezien stijgt een huis in waarde. Je kunt ook geld investeren of uitgeven aan aandelen of obligaties. Ook dit zijn eigenlijk bezittingen, omdat op de lange termijn aandelen altijd meer waard worden. Obligaties staat zelfs het rentepercentage meestal van vast. En aandelen gemiddeld 8,3% per jaar. Je kunt ook geld uitgeven
en investeren eigenlijk in cursussen, boeken of seminars. Dan investeer je niet zozeer in het boek, maar als je iets leert door het boek, is misschien wel de grootste of de beste investering die je kunt doen. Omdat iets wat je dan leert je hele leven toe kunt passen. En daar is ja, eigenlijk het rendement niet van op korte termijn van te omschrijven, maar op lange termijn is misschien wel het beste rendement wat je kunt behalen. En een andere manier is een eigen onderneming of een passief inkomen. Als je je geld nou investeert in je eigen onderneming of een passief inkomen, kun je ervoor zorgen dat in de vorm van een eigen bedrijf heb je later altijd iets opgebouwd wat je ook weer kunt verkopen en wat geld waard is. En een passief inkomen is dat je iets opbouwt dat na de hand geen tijd kost, maar wel geld oplevert. Dat zijn eigenlijk de dingen die dus rijke mensen doen. Mensen die dan een modaal inkomen hebben, zullen vaak neigen naar zijn geld uit te geven aan verantwoordelijkheden. Verantwoordelijkheden kosten geld, zorgen voor hogere maandlasten en of verliezen waarde. Dit is dus in dit geval een huis. Als dit je hoofdwoning is, je hebt een hypotheek, dan zolang je die hypotheek niet hebt afbetaald, is het eigenlijk een verantwoordelijkheid. Want iedere maand ben je verplicht die hypotheek te betalen en is het dus ja, een verantwoordelijkheid om het te gaan betalen. Dus je hebt het geld daarvan nodig. Ook spaargeld is eigenlijk een verantwoordelijkheid. Dit komt omdat je denkt dat je goed bezig bent om je geld op een spaarrekening te zetten voor later. Maar zeker in deze tijd waarbij de rentepercentages gewoon ver onder de 1% zijn. Terwijl de inflatie hoger is, dat eigenlijk je geld minder waard wordt op lange termijn. Zorg in ieder geval wel dat je spaargeld hebt tot een bepaald bedrag. 3 tot 6 maanden aan onkosten bijvoorbeeld. Maar alles wat je meer gaat sparen, investeer dat in aandelen of andere dingen. Daar is namelijk rendement veel hoger van en dus zul je ook op lange termijn iets overhouden. Zoals gezegd, een auto is echt een grote verantwoordelijkheid eigenlijk. Heel veel mensen, zeker tegenwoordig, ook met private lease, eigenlijk niemand heeft met zijn eigen geld zijn auto betaald. Door het te leasen heb je elke maand die 300-500 euro die terugkomt, of misschien nog wel meer zelfs. En het ergste nog daarvan is, na die 4 of 5 jaar dat je die auto rijdt, is die auto eigenlijk zo weinig waard dat je ja, het geld dat je erin hebt gestopt bij lange na niet terugkrijgt. Dus dat is eigenlijk een heel slechte investering of uitgave. En ook tv of Netflix kost je iedere maand geld. Het kost je daarnaast ook tijd. Tijd die je ook kunt besteden bijvoorbeeld aan YouTube. Deze video kost je niks om te kijken, terwijl je er vaak heel veel van kunt leren. De tijd die je investeert in deze video in plaats van een Netflix en serie kan je op lange termijn gewoon geld opleveren. Omdat je hier iets leert, terwijl bij Netflix je gewoon even lekker onderuit hangt. Wil niet zeggen dat je geen Netflix moet hebben, maar deel je tijd goed in, zou ik zeggen. Kijken we dan naar het inkomen uit werk van rijke mensen. Die hebben waarschijnlijk vaak een hogere functie. Als je een hogere functie hebt, heb je een beter salaris. En is het ook gewoon makkelijker om wat extra geld apart te zetten om te investeren. Het kan ook zijn dat rijke mensen vaak voor zichzelf werken, dus ZZP'er zijn. Dan zijn ze ja, bewust bezig ook met geld en met een budget voor het bedrijf eigenlijk al. En dat zetten ze dan door naar hun eigen persoonlijke situatie. En beseffen ze dus ook dat ze misschien ook mindere tijden aankomen en zijn ze daarom geneigd eerder te sparen dan mensen die een vast salaris ontvangen. Of mensen die een eigen BV hebben. Het voordeel van een eigen BV is dat dan vaak het belastingpercentage een stuk lager is en op die manier wat geld overhouden. Rijke mensen, zoals gezegd, hebben vaak meerdere vormen van inkomen. Ook passief inkomen, dus als je eenmaal iets op hebt gebouwd, dat het je naderhand geen tijd meer kost, maar dat het wel je geld op blijft leveren. Dit kan een product of een dienst zijn. Een product is bijvoorbeeld een boek of een e-book. Als je het eenmaal hebt geschreven, kun je het 100 keer verkopen. Je kunt het 1000 keer verkopen en het kost je niet extra moeite, want je hebt het al geschreven. Het kan ook zijn dat je je geld investeert in vastgoed. In een tweede huis bijvoorbeeld. Een tweede huis is heel interessant, omdat als je dat gaat verhuren, de huuropbrengsten vallen dan niet in box 1 bij het hoge belastingtarief van je normale salaris, maar in box 3. En voor eigenlijk niet belast, maar het huis zit in box 3, zo moet ik het zeggen. Waardoor het heel weinig geld hoeft af te geven aan belasting op die dingen. Het nadeel daarvan is natuurlijk als je een tweede huis hebt, dat je wel veel geld nodig hebt om het te kopen of
die hypotheek te kunnen krijgen. Als je nou minder geld hebt, kun je beter beginnen met aandelen bijvoorbeeld. Dus je kunt klein gaan investeren. Koop specifieke aandelen of beleg in indexfondsen. Dan hoef je zelf niet actief ermee bezig te zijn. Maar dan volg je gewoon de beurs en heb je toch een mooi rendement, ook met een kleine inleg. Kijken we dan bijvoorbeeld nog naar andere vormen van werk. Een eigen onderneming. Zoals gezegd, veel rijke mensen zullen een eigen bedrijf hebben of een hoge functie of zzp'er zijn. Maar als je nou een bedrijf hebt, alle tijd die je erin stopt, heeft waarde, want het wordt het bedrijf meer waard van, als het goed is. Maar als je nou echt een grote onderneming gaat maken, dan heeft bijvoorbeeld het voordeel dat je echt mensen gaan werken voor jou. Als zzp'er ben jij eigenlijk het bedrijf en is er geen inkomsten als jij niet werkt. Als je nou door kan groeien, dan kun je zorgen dat mensen voor jou werken, dat ook als jij weg bent of op vakantie bent, het werk gewoon doorgaat en dus geld binnen blijft komen. In alle vormen van een eigen onderneming loont het gewoon om harder te werken, want de extra energie die je erin steekt en het extra geld dat je verdient, hou je ook zelf over. Als je nou voor een baas werkt en je werkt een paar uur extra, of in ieder geval iets harder, en hij verdient er iets meer door, wil niet zeggen dat jij meer verdient. Je kunt ook zorgen dat eigenlijk je investeert in jezelf. Zoals gezegd, als je nu hard werkt aan je eigen bedrijf en iets opbouwt, heb je later ook iets wat je kunt verkopen. Dus het is geld waard. En dus eigenlijk is je bedrijf een soort van pensioen. Als laatste kijken we dan naar de term eigenlijk. Als je geld hebt, kun je geld maken. Het wordt vaak gebruikt. Rijke mensen worden altijd rijker. En dat komt ook omdat ze eigenlijk geld kunnen maken. Als je geld hebt, kun je geld maken. Heb je misschien wel ooit gehoord. Wat bedoelen we daar nou mee? Een voorbeeld daarvan is dus het investeren. Mensen die geld apart zetten, kunnen investeren. Mensen kunnen ook ergens van profiteren. Dat kan een subsidie zijn bijvoorbeeld. Maar je kunt ook geld gebruiken om eigenlijk een soort van te gaan speculeren zelfs. Het is geld dat je kan missen, dus dan is het ook veroorloofd om te speculeren. Voorbeelden hiervan om geld te maken zeg maar zijn zoals gezegd aandelen. Je kunt je geld investeren in aandelen en bijvoorbeeld inkopen bij een lage koers. Jij hebt het geld apart gezet, dus zodra een koers laag is, kun je die aandelen kopen. En op lange termijn stijgt het en heb je dus eigenlijk geld gemaakt, omdat die 1000 euro bijvoorbeeld die erin steekt op lange termijn 2000 waard is. Een andere vorm, zoals gezegd, is profiteren. Bijvoorbeeld subsidies. Laatste jaar is bijvoorbeeld milieusubsidies met elektrisch rijden. Het waren de mensen vaak met veel geld die konden profiteren van deze regeling. Ze konden bijvoorbeeld een Tesla kopen. Kochten ze eerst een BMW van 70.000 euro en nu een Tesla. De auto zal ongeveer het evenveel waard zijn of evenveel kosten. Alleen een Tesla rijden heb je geen bijtelling. Dus mensen met geld kunnen profiteren dus van die dingen door geen extra bijtelling te betalen en dus minder belasting te betalen. Speculeren zoals gezegd. Stel je hebt 1000 euro apart liggen waar je iets mee wil gaan doen en je kunt het missen. En je ziet Bitcoin voorbij komen. Op het goede moment koop je in. Je hebt een hoog risico. Maar zoals is gebleken de laatste maanden heb je ook een heel hoog rendement. Mensen die dus dit geld niet apart zetten om er iets mee te doen, maar het gewoon altijd uitgeven aan die verantwoordelijkheden, zoals we eerder zeiden, kunnen niet profiteren van zoiets. Dus kunnen ook geen Bitcoin kopen en zullen dus ook nooit een mooi rendement halen. En als laatste, als je eigenlijk geld hebt, kun je ook heel makkelijk vaak geld lenen, en zeker tegen een lagere rente, omdat het risico voor die geldverstrekker gewoon lager is als jij veel eigen geld hebt. Dan is voor hun de zekerheid dat hun zijn geld terugkrijgen groter, waardoor ze een lagere rente aan jou willen berekenen. En door een lagere rente betaal je dus minder kosten en hou je eigenlijk uiteindelijk meer geld over. Geld dat je bijvoorbeeld kunt gebruiken om je tweede huis te kopen. Daar verdien je dus meer geld mee dan het dat je kost. En heb je dus extra geld over op het eind. Tot zover deze video. Dit was de vierde video in een reeks die ik de titel heb gegeven De Basis voor de Toekomst. Er volgen hierna twee delen. De eerdere drie delen gingen over ten eerste wat is passief inkomen.
meer dan een uurloon en actief inkomen, werk aan je toekomst door middel van een passief inkomen. Ook in deze video heb ik het een paar keer genoemd. Dus passief inkomen is een vorm van inkomen waarbij je van tevoren je tijd en een beetje geld investeert om iets te produceren. Wat op lange termijn, als je er geen tijd meer aan besteedt, toch nog geld oplevert, zoals een e-book. De tweede video ging over het NBIM, het Noorse Staatsfonds. Waarom heb ik deze video gemaakt? Het Staatsfonds van Noorwegen heeft ooit besloten geld met olieverkoop apart te zetten en te gaan beleggen. Inmiddels zijn ze 22 jaar verder en hebben ze een fonds opgebouwd van 1000 miljard dollar. Dus klein beginnen en dan gedurende de jaren telkens wat bijvoegen en het rendement laten rente op rente krijgen, zeg maar, zorgt ervoor dat je op lange termijn een heel mooie fonds kunt opbouwen. En de derde video ging over een budget. Begin met een budget. Zoals ook in deze video weer aangekaart heb, als je wil werken aan je financiële situatie en zorgen dat je op een lange termijn rijk wilt worden bijvoorbeeld, dan is een budget denk ik heel belangrijk. Een budget is de basis voor een financieel onafhankelijke toekomst. Het zorgt voor overzicht. Je kunt plannen en je kunt je geld mooi verdelen en dus ook zien wat de effecten daarvan zijn. Tot zover deze video dus. Bedankt voor het kijken. Vond je het een leuke video? Laat dan even een duimpje achter en ook een reactie achter van wat je leuk vond of wat je nog graag wilt horen. En ook als je vragen hebt, kun je altijd een reactie achterlaten. Dan zie ik jullie de volgende week weer in een nieuwe video. Tot ziens!